passie voor Zeeland en een passie voor de oorlog, dat lijkt een hele vreemde combinatie. Maar de man die we vandaag gaan ontmoeten, die maakt die combinatie moeiteloos. En dat doet hij eigenlijk al zijn hele leven. Waar hij mee bezig is, is het in herinnering houden van de slag om de Schelde, waar tienduizenden slachtoffers bij zijn gevallen. Dag Kees. Dag Carla. Hoi. Goedemorgen. Welkom hier. Ja. He? Op de Sloedam. Het was jouw keuze. En stijl. He? Helemaal, ja, helemaal in stijl. Waarom zijn we hier? Ik denk dat het hier allemaal begonnen is voor mij. Als klein jongetje dan hingen we hier met mijn neefjes, mijn broertjes naartoe. En hier is er heel veel gebeurd. Dus dat was natuurlijk als jongetje heel spannend. Hier waren bunkers. Ik kon kogels venden van alles en nog wat. Dat mocht niet natuurlijk. Nee. Alles wat daar niet mag, dat is natuurlijk spannend op die leeftijd. Dus ja, hier hebben we wat rondgezworven en zoeken. Waarom staan deze monumenten nou hier, Kees? Nou, hier is het eigenlijk het kritiekste punt van de slag om de Sloedam. Dit is de oude zeedijk van Walcheren. Nou, hier zijn in 1940 hebben de Fransen hier de zaak verdedigd tegen de Duitsers. Een dijk tussen twee waters van een kilometer lang, 60 meter breed. Daar moesten de Duitsers over in 1940 en de Fransen hielden die tegen. Daar is dit monument voor. In 1944 was het anders. Toen zaten de Duitsers hier. Toen moesten de Canadezen erover. Nou, dat was precies hetzelfde. Dat lukte natuurlijk ook niet. Daar is dat monument voor. Canadees monument. Door een flankerende operatie bij Nieuwdorp kwamen de Schotse 52e Lowland Divisie kwam erover om de Canadezen te hulp te komen. Die hebben een oversteek gedaan, 's nachts over het sloe. En zij deze kant op gekomen en toen lukte dat. En daar is dat monument voor. Dus er staan eigenlijk drie verschillende monumenten. Waarom was die slag zo belangrijk, Kees? Er zijn twee belangrijke veldslagen geweest aan het Westfront. Dat was zonder meer de landingen in de Normandie, maar de tweede belangrijkste slag was de slag om de Schelde. De Halleerden die hadden 4 september Antwerpen en alle handen. Maar ja, die oevers van de Schelde die waren enorm zwaar verdedigd met zware bunkers, zeker Walcheren. En als je natuurlijk Antwerpen hebt, ja, dan heb je er niks aan, die Westerschelde niet heb je. Nee, die moet vrij. Natuurlijk. Ja, die Halleerden die hadden voorraden nodig, ze liepen vast. En dus, dan had je die vrije doorvaart op de Schelde voor nodig? Juist, daar had je de vrije doorvaart voor nodig. Hey, dus daarom is het zo belangrijk geweest. Dus we moeten dat goed onder het voetlijn brengen, want dat moeten de toekomstige generaties niet vergeten natuurlijk. Er zijn enorm veel slachtoffers bijgevallen. Enkel de Canadezen hadden hier al 5000 slachtoffers bij de slag om de Schelde. Er zijn de meeste Canadezen gesneuveld. Ik kijk maar in Maldenham en bij hen op Zoon liggen heel veel jongens begraven. Jonge jongens, moeten we nooit vergeten. Kees, waar kwam dat nou eigenlijk vandaan, die fascinatie van jou voor die slag? En ja, ook kijk voor die verzameling natuurlijk, want dat was er. Ja, ik denk, ik ben om te beginnen natuurlijk geboren bij een afwijking. Want ik ging. Oorlogsspelletjes verzamelen als een klein mannetje was. En in de winter dan hing dat in een grote kist en werd dat nog eens opgepoetst. En toen heeft het eigenlijk een hele tijd stilgestaan rond mijn 15, 16e. En toen ik uit militaire dienst kwam, toen ben ik eigenlijk weer fanatiek begonnen met het verzamelen. Ik zie daar hier niks van, Kees. In huis. Als je rondkijkt, dan zie je geen patroonhulsje, geen kanon, niks. Mevrouw die heeft wat afgesproken met me. Er komt niks in de woning. Je houdt maar in je museum en dat vind ik best. In 1940, Franse hulp, Nederlandse spulletjes, Franse spulletjes. De Sloedam, daar hebben we net gereden bij de jeep op dat punt. Nou, het is nu nog een beetje nat. Dat zal, binnen een paar jaar dan is dat allemaal. Spek en span. Bunkers, dat hoort eigenlijk bij Zeeland. Overal waar je kijkt, er staan bunkers en de dijken. En dus we willen een Zeeuws landschap laten zien, dat zie je hier. En het is een polder, een zeedijk, maar er waren ook een bunker in hoort. We hebben ook nog een paar originele bunkers te pakken gekregen. Die zaten 7 meter onder de grond bij Jan Haring, het oude terrein van Jan Haring. Recht tegenover het ziekenhuis in Hoes. En dat was een hele klus om ze eruit te krijgen, maar ja. Kijk, die oorlog die heeft natuurlijk ook dat Zeeuwse landschap gemaakt op plaatsen. Want ik bedoel, maar even een paar voorbeelden. Pak nou Rammekes, dat water, Westkapelle, het Oostgat bij Veren. En
ja, eigenlijk laten we dat terugkomen hier in dat themapark. Je ziet mijn Rolpmuurt, je ziet Havelrecht, je ziet allerlei dingetjes terugkomen in het park wat in Zeeland hoort. En dat was natuurlijk ook zo met de bombardementen, want je hebt de steden voor de bombardementen en de steden na de bombardementen. Het zijn ook anders, tuurlijk. Maar wel maar prachtige Zeeuwse steden. Ja, kijk naar allemaal Middelburg. Mooi. Ik heb natuurlijk wel wat bij Zeeland. Hè. En ik ben er geboren getogen. Dus, ik wil het ook hier graag terug laten komen. Dat je dan de mensen echt een Zeeuws gevoel krijgen die hier lopen, maar dan in de oorlogstijd. We gaan dadelijk het huidige museum interreren in het nieuwe bevrijdingspark. Okay. Het wordt dadelijk daar eigenlijk, blijf je wel binnenkomen en dan ga je naar het gebouw. Ja, en dan zie je vanuit dat gebouw zie je ook het park. Ja, dan ga je ondergronds door naar het gebouw gelijk. Dan kun je eerst het gebouw gaan bekijken. Of eerst het themapark, dat kun je zelf bekijken. Nou, dit is de noodkerk van Ellewoosdijk. Het is allemaal nog in aanbouw. De mensen wouden na de oorlog weer naar de kerk toe. En toen hebben ze eigenlijk van Nissenhutten, die de geallieerden aan de zeedijken lieten staan, hebben ze eigenlijk van drie van die hutten hebben ze een noodkerk gemaakt. En die heeft dienst gedaan van 1946 tot 1951. En toen heeft een landbouwer daar in de buurt, Alme Kenders, die heeft hem gekocht. En die heeft hem herplaatst. En de rest is gebruikt tot vorig jaar, in juni. Als wagenhuis landbouwschuur. En die was helemaal vervallen, helemaal ingezakt. En net op tijd hebben wij hem gekregen van hem. En hebben wij eigenlijk samen met de genie. En hebben we die spanten allemaal gerestaureerd. En nu hebben we hem helemaal in oude stijl hebben we hem teruggebouwd zoals hij toen was. Ja, hij is echt prachtig. Ja. Ik vind het heel waardevol om dat Zeeuwse verhaal van die oorlog te bewaren. En daar doe jij je best voor. Daar heb ik grootste bewondering voor. Ja, we gaan er gewoon mee door. Dankzij alle vrijwilligers krijgen we dit voor elkaar. Laat ik dat even voorop stellen. Ik kan het niet alleen. Maar ik weet zeker, we gaan die slag op de schaal op de kaart zetten. Dat is onze taak. Dat gaan we doen.